als je onder zelfhypnose bent, zoals ik dat ervaar, is dat je heel erg in control bent van je eigen gedachten en van je eigen gevoel. En dat je dat heel erg kunt sturen naar hetgene waar je eigenlijk naartoe zou willen. En je bent juist extra in control als je onder zelfhypnose bent. Dat gevoel, dat is wel echt wat ik nu heb ervaren. En je bent je tegelijkertijd ook heel erg bewust van de omgeving. Dus je bent ook helemaal niet afgesloten van de wereld. Maar je kunt je eigen gevoel en je eigen ontspanning eigenlijk sturen. En daar kun jij bij helpen. Dat is wel de bedoeling. Ja.